Nou, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Nee, je bent nog niet te laat, Marianne. Ik ben nog niet begonnen. Ik wacht altijd eventjes. Ik weet dat altijd eventjes tijd nodig heeft voordat de mensen binnen zijn. Ik zie weer heel veel bekende namen voorbij komen. Echt leuk dat jullie elke week meekijken, dames. Nou, ik ga langzaam een beetje starten. Ik heb twee kaartjes voorbereid. Het eerste kaartje is gemaakt met stempels van MFT. En dat waren poppies. En poppies, dat is toch wel mijn ding. Dus gelijk toen ze binnenkwamen bij Marloes, heb ik op dat knopje geduwd van Marloes, die wil ik. En dit is de achtergrondstempel die jullie hier zien. En de bloemetjes, dat zijn er drie en die passen precies op die achtergrondstempel. Maar je kunt ze natuurlijk ook alleen gebruiken. Maar ik heb ze echt in combinatie met die achtergrondstempel gebruikt vandaag. Dus dat laat ik jullie zien. En ik heb, en jullie kunnen dat denk ik wel zien, even goed duidelijk maken. Crackle paste hier bovenin gebruikt. Dat is deze. De Deco Art Media Crackle Paste. Hele fijne crackle paste. En ik heb hier stempels. En ik heb namelijk een planner. En bij de planner zitten ook heel veel leuke stempels. Moet ik even kijken welke van de drie het was. Er zitten heel veel tekststempeltjes bij. En ja, die kun je natuurlijk ook hartstikke goed gebruiken voor op je kaarten. Het is gewoon zonde om ze alleen in de planner te gebruiken. En even kijken welke ik hier heb gebruikt. Hier heb ik Collect Beautiful Moments. En die heb ik dan weer met in dit kader gestempeld en uitgeknipt. Dus die heb ik van de planner gebruikt. En dan heb ik dit kaartje. Daar heb ik een Studio Light stempel voor gebruikt. En wel deze. Dat zijn de laatste nieuwe stempels van Studio Light. En hier heb ik een, dat zien jullie wel, een glimmertje in gedaan. En ook weer de crackle paste opgedaan. En je moet, bij deze techniek moet je een bloem hebben waar je ook een bloem hebt die op de voorgrond zit. Dus hier deze, die kun je makkelijk uitknippen. En dat was bij de poppies natuurlijk ook. Daar heb je dus die losse stempels bij. Dat past precies op die achtergrond. Dus je moet een stempel hebben waar een bloem zit die je gewoon in zijn geheel uit kunt knippen. Nou, deze maak ik straks ook, maar die maak ik toch wel op een andere manier dan dat ik hier gemaakt heb. Want hier heb ik in het midden geëmbost, maar aan de zijkanten de stempel gewoon gestempeld. Dus dit zijn de twee voorbeelden. En de tekst heb ik ook weer van een planner setje gedaan. Dan moet ik even kijken op welke. Deze. Hello Everyday. Everyday Life. En ik heb de stempeltjes heb ik, in een leuk hoesje zitten. Dus ik dacht, weet je, het is gewoon zonde om die stempels alleen maar voor je planner te gebruiken. Terwijl ze ook zo goed te gebruiken zijn voor op kaarten. Bij welke planner zitten die? Hoe bedoel je, Astrid? Dit zijn van de Essentials van Elizabeth Craft Design. En dat is, even kijken, dit is nummer 0, want ik heb het er achterop zitten. Ik weet niet hoe ik die nummers kan vinden van deze. Oh ja, de 134. En dit was de... waarom is dat nummer nou hiervoor gestopt? Hier staat geen nummer bij. Even wachten, aan de zijkant. Er staat aan de zijkant een nummer. Maar dan moet ik hem even uit het hoesje halen. De nummer 121. Dat was deze tekst. Moet het andersom, deze. Dus deze zijn van Elizabeth Craft Designs. En die staan bij de planners. Kijk, en ik heb er twee tegen elkaar aan. En die schuif ik dan weer in mijn hoesje.
En ik heb alle snijmallen van de planners en de stempels heb ik bij elkaar zitten. Dus dat is wel makkelijk. En deze was de 133 die ik gebruikt heb, die stempel. Maar je ziet, er zitten gewoon heel veel leuke stempelsets bij. Dus allemaal te gebruiken bij de kaarten, niet alleen in je planner. Ik probeer altijd toch mijn spullen wat meer op andere dingen te gebruiken dan alleen waar ze eigenlijk voor gemaakt zijn. Nou, ik ga starten en ik ga starten met deze. Dus deze leggen we even aan de kant. En dan ga ik pakken mijn stamping tool. En mijn embossingpoeder, die had ik toch ook. Oh, die heb ik hier verstopt. Embossingpoeder heb ik nodig en ik heb de Incon 3, de Arctic White, gebruikt. Ik vind dat hele fijne embossingpoeder. Die heeft zo'n mooie strakke lijntjes. Heel fijntjes en een voordeel, hij brandt niet zo gelijk in het papier weg. Ik heb bijvoorbeeld een ander merk en als ik dat iets te lang smelt, dan smelt ik hem gewoon weer weg. En dat doet deze niet, dus een hele fijne embossingpoeder. Dus zet ik even deze kant weer. Dan heb ik een stukje fluweelkarton. Fluweelpapier, net hoe je het noemt. En dat heb ik iets groter gesneden dan mijn stempel is. Want de stempel is 15 bij 15, die achtergrondstempel. En als ik precies een kaartje zou knippen van 15 bij 15, dan krijg ik hem niet goed op. Want dan zitten die clipjes zitten dan in de weg. Jullie zien al, ik gooi dan ook alles weer aan de linkerkant. Kijk, zie je? En nou zitten die clipjes mooi niet in de weg. Dus ik moet dadelijk mijn papier wel bijsnijden. Even kijken of ik hem goed gelegd heb. Ja. Maar dat vind ik niet zo erg, want ik maak mijn papier meestal toch 14 bij 14. Waarom doe ik het in de stempel op? Ten eerste omdat het de grote stempel is. Dan wil het vaak wel eens zo zijn dat je net niet overal genoeg druk zet. Dus met je stempelhulp kun je hem gewoon twee keer stempelen. En dan gebruik ik de Incon embossing inkt. Ook een hele fijne embossing inkt. En ik beïnkt mijn stempel even helemaal. Ik gebruik fluweel karton, omdat dat ook best wel wat water kan hebben. Maar ik vind het ook heel mooi karton om met te blenden. Ik ga dadelijk blenden met de distress oxide. En dat gaat gewoon zo goed. Normaal ga ik staan, dus ik hoop dat ik hem overal geraakt heb. Voor alle zekerheid doe ik hem nog een keer. En dan ga ik toch even staan. Dat zo'n grote oppervlakte is en mijn bureau dat deukt een beetje in als ik druk geef. Ik ga er toch even bij staan. Dan zal ik mijn werkblad een beetje uitzoomen. Als jullie het nog beter zien. Even kijken. Kijk, zo is het beter, denk ik. Nee. Hij wil er niet vanaf, kom op. Kijk, ze klikken dan meteen op elkaar. Nou ben ik iets vergeten. Ik zal het dadelijk wel doen, want nou ben ik bang. Ik ga er altijd met zo'n static rolletje overheen eigenlijk. Maar kijk, en ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, ik denk het niet. Hier heb ik niet genoeg druk gegeven. Dus deze bloem is niet gelukt. Nou is dat niet erg, want ik plak toevallig op die bloem, plak ik dadelijk de andere bloem.
Dus in dit geval maakt het niet uit, maar dan zie je dus dat ik echt moet gaan staan om goed druk te kunnen geven. Ik ga hem nu verhitten, dus ik maak even wat herrie, dames. Nu begint hij smelten en dan smelten zie je natuurlijk dat het glimmend begint te worden. Dat zien jullie natuurlijk niet zo. Ik moet zelf ook goed kijken hoor. Doordat ik het een beetje fijn onder de lamp hou, zie ik dat wel. Het is een grote oppervlakte om te verhitten. Alles eruit. Ja. Nee. Kunnen jullie het zien? Ja, hè? Zo kunnen jullie het wel zien. Kijk hoe mooi. Ja, ik weet niet of jullie strakke lijntjes kunnen zien. Dat kunnen jullie niet goed zien. Oh nee, nou gaat hij echt. Wow. Ik was er dichtbij volgens mij. En bossenpoeder weer in het potje doen, want die heb ik nu weer nodig. Leg ik deze even aan de kant, kan die afkoelen. Maak ik deze toch even heel snel schoon. En dan gebruik ik de Incom Stamp Cleaner voor. Vooral met embossing inkt. Ik heb ook het Incom doekje erbij. Gewone inkt, daar wil ik nog wel eens aan de kant leggen zo. Maar embossing inkt doe ik eigenlijk altijd meteen. En als ik iets met gewone inkt gedaan heb, dan doe ik het meestal na de uitzending. Maar... Nou, deze stempel leggen we aan de kant. En dan ga ik een nieuw stukje pakken. En dan pakken we dus deze twee bloemen die corresponderen met de achtergrond. Dus ze corresponderen alle drie hoor. Maar ik doe er maar twee op. Ik doe ook altijd met mijn stempels dit papiertje er altijd weer terug op dadelijk. En dat is om de stempel mooi schoon te houden. Zodat hij ook goed blijft hechten. Nee, dit komt niet zo spits. Ook weer met embossing inkt. Ja, toch wel staan. Ik vind dat zonde als het niet lukt. Mijn bureaublad is heel lang, dus dat veert in het midden een beetje in. Dus met staan kun je dan wel meer druk geven. Nog een keer. Nou,
pak ik weer mijn witte embossingpoeder. En dan gaan we weer verhitten. Op linnen karton bedoel je, Marije? Op linnen karton kun je embossen. Je moet dan alleen wel, ik denk net als ik nu, twee keer stempelen. Dus ik zou dan wel je stempelrollen pakken. Want dan is die wat natter, omdat er wel wat structuur in het linnen karton zit. Ik hem even naast me op de grond. Ik heb hem dadelijk nog een keer nodig. Nou, deze is inmiddels niet meer zo warm. Dus die ga ik even bijsnijden. Dan ben ik weer even uit beeld. En die snij ik op 14 bij 14. Zijkant er nog wat weg. Nee, ja. Nou. Even kijken, ik heb voor deze heb ik de drie kleuren Peeled Paint. Is Mahogany en de Ebonet Coral gebruikt. En de Ebonet Coral en de Peeled Paint, daar heb ik de achtergrond mee gedaan. En de dotjes heb ik met de Is Mahogany gedaan. Nou vind ik het niet leuk om elke keer dezelfde kleur te pakken. Dus ik ga even kijken wat ik nu voor kleur pak. Even kijken. Mijn favoriete kleurcombinatie. Wild Honey, Tumbled Glass en Peeled Paint gaan we pakken. Ik ga mijn favoriete toeltjes gebruiken. Waarom zijn mijn favoriete toeltjes? Ik heb een beetje reuma in de vingers. En dan zijn deze toeltjes toch wel heel fijn. Dan kan ik toch wel, moet ik me minder drukte geven. Er zit altijd wel wat korrels op. En dan begin ik met de Wild Honey. En ik ga van de zijkant af naar het midden. En dan gaat de embossing poeder, die gaat eigenlijk als een soort resist werken. Want nu lijkt het of dat ik ook die embossingpoeder helemaal geel maak, maar dat is niet. Ik gebruik hem wel het liefste zo, vind ik voor mijzelf het fijnste. Dan hoef ik echt heel weinig druk te zetten. Die hou ik even hierop. Dan gaan we naar de Peeled Paint.
Ondertussen zal ik even kijken. Nee, als ze zitten niet bij de planner, dat zijn gewoon losse stempels die je kunt kopen. Ja, die opbergmapjes, Rick zei, die zijn ook bedoeling te koop. Even kijken, want ik mis wat vragen volgens mij. Oké, dat gaat nog over linnenkarton. Ja, ik denk dat het misschien best eens zou kunnen lukken op linnenstof. Alleen, ja, dan moet je wel heel snel reageren, want stof trekt de inkt natuurlijk in. Maar ja, weet je, ik zou gewoon een klein stukje pakken en proberen. Wie nu waagt, wie nu wint, zeggen we altijd, toch? En dan gaan we naar de tumbled glass. Ik vind dat zelf zo'n leuke combinatie. Een van mijn favoriete combinaties. Het past misschien wel niet bij de klaproze kleur, maar het hoeft ook niet altijd rood te zijn, toch? Nou, ik denk dat er wel kleur genoeg op zit. Dan leg ik hem even aan de kant. En dan heb ik net deze twee bloemen geëmbost. Maar die moet ik dan dus uitknippen. En de uitknippen duurt natuurlijk lang. Dus ik dacht, weet je, ik doe ze vanmiddag alvast een keer. En dan kan ik ze nu meteen gebruiken. Dus die heb ik uitgeknipt. Je kunt het ook eerst kleuren en dan pas uitknippen. Maar ik heb ze alvast uitknippen dat het makkelijker is voor de live uitzending. En die maak ik dus geel met de Wild Honey. Dan zie je ook zo'n kleine oppervlakte gaat gewoon heel erg goed. Dat is één. Kijk, dan lijkt het net of dat die bloem ook helemaal geel is. Maar ik ga zo het wit weer een stukje terugtoveren. Ik laat jullie eerst zien hoe ik mijn bosseltje schoonmaak. Eigenlijk heel simpel. Babydoekje. Stukje keukenpapier. En ik doe even over het babydoekje en even over het stukje keukenpapier. En dan is dit borsteltje al schoon. Maar dit is een wat groter borsteltje, dus dat even iets meer. Echt niet helemaal, moet ik even de schone pakken, denk ik. Kijk, zie je, dan komt er al bijna niks meer vanaf. En ik denk ook niet na, ik pak gewoon de volgende keer weer dezelfde borstels. Ook al ga ik met een andere kleur beginnen, want dan gaat het hartstikke goed. Kijk, dan heb ik hier ook meteen mijn werkblad weer schoon. Ine, dat kan ook met andere distress. Hoeft niet met de oxides, dat kan ook met de gewone distress inkt. Imke, wat ga je maken? Ik ga deze kaart maken. En ik heb er nog eentje meer voor dadelijk, dat is deze.
Nou, dan heb ik dus hier natuurlijk over het geheel met de oxide gedaan. En dan pak ik een stukje keukenpapier. En dan ga ik er even overheen wrijven. Kijk, zien jullie al? Het wit komt er helemaal terug. Die embossingpoeder werkt gewoon als resist. Dus het, kijk, zie je? Dan wrijf ik dus gewoon de inkt weer vanaf. En ik krijg ook hele mooie witte lijnen, maar dat kunnen jullie wel zien volgens mij, hè? Nou, datzelfde doe ik dus ook met de bloemetjes. Je ziet het ook gelijk, hoor. Kun je ook wel zien, hè? Als ik deze twee langs elkaar zet, deze heb ik al overheen gepoetst en die nog niet, dan kun je dat wel heel duidelijk zien, toch? Dus dan gaan we deze ook mee even poetsen. Oppoetsen. En die leggen we even aan de kant. Nou wil ik hier ook even wat stempeltjes. En een van mijn lievelingsstempels is van Krealis. Het ding is ook bijna helemaal versleten. Krealis heeft heel veel van die leuke kleine stempeltjes. Net als bijvoorbeeld deze. Deze. Maar ik vind deze, ja, die is echt bij mij toch wel wat. Hij plakt ook bijna niet meer. Maar hij doet het nog steeds, dus die ga ik weer gebruiken. Even kijken welke kleur pakken we. We pakken de oxide, de peeled paint. En ik ga gewoon her en der wat spikkeltjes zetten. Ja, zo genoeg. Kun je het nog een beetje volgen, dames? Want ik ga ze speer volgens mij. Welk doekje gebruik je nu? Welk doekje bedoel je voor de stempels schoon te maken die ik net... dat is van, ook van Incondri. Kijk, dan maak ik alle stempels mee schoon. Je kunt het gewoon uitwassen, niet met wasverzachter. Dat zijn, waar ik de stempels in opberg, dat zijn een soort cd-hoesjes. Alleen zonder dat harde plastic erin. En vooral deze blijft niet zo goed omdat die zo klein zijn. Maar ik heb heel veel stempels in deze cd-hoesjes zitten. En in deze cd-hoesjes kun je ook nog een blaadje plakken. Welke stempels dat er, even blaadjes schuiven zeg maar, waar je op kunt zetten welke stempels erin zitten. Kijk, en dan zet ik op de zijkant, zet ik dan Krealis, dan weet ik zelf welke stempels dat erin zitten. Nou, even kijken. Nou, wat heb ik nu gedaan? Want ik kan hem niet helemaal afmaken, zie ik. Want ik heb hier dus een lintje opgeplakt. Ik ga nu de crackle paste gebruiken. En de crackle paste zit in een klein potje. Alleen de crackle paste, die moet dus drogen. Met deze heb ik het gewoon gedaan, zonder stencil en gewoon uit de vrije hand, zeg maar, wat cracker paste erop gesmeerd. Met deze wil ik even een stencil gaan gebruiken, maar ik wil even die dotjes nog even verhitten, zodat die droog zijn. Want ik zie dat die nog niet helemaal droog zijn. Dan smeer ik ze dadelijk weer uit met de crackle paste. Maar
Maar ik dacht straks van, Potjo, dat is eigenlijk ook wel leuk als ik wat gestructureerder ga werken en een stempel gebruik. En dat kan gewoon elke leuke stempel zijn die je in huis hebt. Ik vond toevallig deze als eerste straks. En ik dacht, die ga ik eens mooi gebruiken. Dat is misschien makkelijker als ik hem zo leg. Zo, ja. Oh ja. Nou, crackerpaste is gewoon pasta. Ik pak mijn niveauspatel. Ik smeer dus gewoon die crackerpaste over dat stencil. Kijk, en dan heb ik wat gestructureerder. Even weer een notebookje pakken. Moet hem even hieronder ook nog een beetje doen. Tenminste, ik wil hem hieronder nog een beetje doen. Zo zeggen. Dan heb ik op twee plekken dus de crackle paste zitten. Maak wel mijn stencil meteen schoon, maar dat doe ik ook gewoon met een babydoekje. Dit is wel een lastige stamp om schoon te maken, dat zien jullie wel. Blijft er een beetje achterhaken. Ik zal dadelijk een andere pakken voor de andere kaart. Nou hebben we één nadeel. De crackle paste moet je aan de lucht laten drogen. Maak even. Als je hem aan de lucht laat drogen, dan crackelt hij het mooiste. Je kunt hem verhitten, maar dan krekelt hij langer niet zo mooi en langer niet zoveel. Dus je moet hem even aan de lucht laten drogen. Nou, mijn spatel maak ik gewoon even schoon. Tussendoor. En ik heb echt mijn vingers nu al vol zitten, maar dat maakt niet uit. Nou, de volgende stap is, dat ga ik heel voorzichtig doen, deze bloemen dus hierop plakken. Alleen kan ik er dan geen lintje opplakken of ik moet het. Nee, we gaan geen lintje doen vandaag. En dat doe ik met de pop-up dots. Want ik wil ze wat hoger hebben. En die pop-up dots die zijn dus ook best wel dik, zien jullie? Want ik wil ze dus echt omhoog hebben. Ik moet een beetje opletten op die crackle paste. Nou, hier kun je heel duidelijk gewoon de lijnen zien. En je hebt maar één dotje nodig hoor. Zit ik nou telkens buiten beeld? Kijk, en dan zien jullie dat hier gewoon mooi bovenop liggen. Dan kan ik de kaart niet verder afmaken. Dan kan ik hier misschien wel een tekst maken. Dat kan ik nog wel doen. Dus dat gaan we dan even doen met die stempels. Even kijken.
pak even dezelfde. Maar dan een ronde, denk ik. Ronde tekst. Even kijken. Zo verzin ik ook de plekken wat ik ga doen, hoor. Kijk, want er staan hier, ik heb hier ook nog leuke ronde teksten, maar ik weet niet. We hebben lots fun, lots of it. Oké, is wel leuk. We gaan voor de ronde. En ik bewaar altijd mijn restjes fluweelkarton. Heb ik hier ook naast me liggen. Kijk, zie je, daar heb ik vanmiddag ook op gewerkt. Dus dit is heel voorzichtig even langs de kant. Welke kleur zullen we het randje doen? Even kijken, de groene. Doe hem weer meteen in mijn hoesje terug, zodat ik weet welk nummer dat het ook weer was. Anders dan kan ik het jullie volgende keer niet meer vertellen. Ik deed eerst alle stempels uit hoesjes, maar heb ik afgeleerd. Want dan kan ik niet meer vertellen welke stempels ik gebruikt heb of welke stanzen. En nu ga ik gebruiken We Are Having Fun, Lots of It. Voor de borsteltjes heb ik al keukenpapier en een billendoekje, een babydoekje gebruikt. Eerst een babydoekje en dan daarna droog wrijven op een keukenpapiertje. Even kijken. Maar wil, het kan met gesso, maar dan krijg je nu die krekkels. En je moet ook een goed merk gesso hebben, want anders is het inderdaad te dun. De betere merken gesso, dat valt wel mee, maar... goedkopere design te doen. Dan moet ik precies mikken. Nou, kijk. Goed toch? Nou heb ik hier ook standjes van. Alleen heb ik die dus niet bedacht om die klaar te leggen. Dus ik ga hem even knippen. En kijken of ik een beetje rond kan knippen. En volgens mij vanavond een beetje buiten beeld aan het werken. Dat is niet helemaal goed. Zit ik even te bedenken, maar ik denk dat ik die ook pop-up doe. Dus we gaan even de
Duitse pakken wil ik zeggen. Die heb ik al aan de andere kant gegooid, kan ik het niet meer vinden. Mooi plekje, denk ik. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, het is moeilijk te zien, denk ik. Het begint al een beetje te krakken. Maar nog niet genoeg. Hier onderin wel. Maar ja, het is heel lastig om dat op. Kijk, want hoe dichter ik bij kom, hoe lastiger dat wordt te zien. Straks, als je helemaal gekrakt is, dan zien jullie het wel. Zodra dit droog is, ga ik hem natuurlijk matten. En dan. Is dit het eindresultaat zonder het lintje? Kijk, maar dan heb je, zie je al meteen verschillende kleuren. Een heel andere kaart weer hebt. Dus ik leg deze even aan de kant om te drogen. En aan het eind van de uitzending laat ik hem nog een keer opnieuw zien, want dan zal hij wel een heel eind getrekkeld zijn. En dan gaan we met de volgende beginnen. En de volgende was een stempel van Studio Light. Bij deze stempel, bij deze kaart, heb ik alleen het midden geëmbost. En heb ik dezelfde stempel in een kleur, oxide, ernaast gestempeld. Alleen ga ik hem nu ook gewoon doen zoals ik hem net gedaan heb. Dus helemaal embossen. Vind ik zelf net iets leuker. Kijk, dan ben ik net vergeten om die twee bloemen schoon te maken. Dus moet ik eerst even wat doen. En ik ga diezelfde bloem ook weer op fluweel papier stempelen. Ik snap niet waarom mij nou in een keer zo telkens bij het beeld is. Zo is beter, denk ik. Ik heb van de week mijn bureau een beetje opgeruimd, dus misschien dat ik er tegenaan ben zitten. De grote die gebruik ik in het midden. En de kleine leg ik er alvast. Even kijken. Zonder, nee. Ik leg dit even in het midden neer. Dat is gemakkelijker. Kijk. Mijn embossingpoeder weer in aanslag. Even mijn antistatic spray eroverheen, poeder eroverheen. Inkt hem weer met embossing inkt. Ik
Je kunt op veel papier nooit zo heel goed zien of dat je hem helemaal geraakt hebt. En vooral niet met dit licht wat ik nu heb. Dat is voor jullie duidelijker, maar voor mij een beetje onduidelijk. Dus ik doe het twee keer. Ja, nu zie ik het wel. Ja, eerst deze even embossen. Want dan kan ik ook precies zien waar ik de andere dadelijk moet stampen. Kun je het zien? Ja, hè? Zo. En ik ga hem ook meteen verhitten. Voordat ik de andere doe. Ja, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Het is helemaal geen moeilijke techniek of zo, maar dat is vaak, hè? Vaak lijkt het moeilijker dan dat het is. En ik denk dat we allemaal wel, bijna allemaal wel embossingpoeder in huis hebben. Welke kleur dan ook? Nou, kom. Tenminste, dat schat ik, dat we bijna allemaal wel embossingpoeder in huis hebben. Hier. En ik ga weer staan. De eerste laag die zie je bijna niet. Dat is wat ik ook bedoelde met linnenkarton. Doe het dan twee keer, dan zie je het beter. Dat gaat natuurlijk makkelijk, hè, met die stempelhulpen van tegenwoordig. Embossingpoeder eroverheen. Ik doe dat even buiten beeld, want dat staat hier makkelijk. Dan hoef ik dadelijk nog maar één keer in één hoekje te doen, want ik mis in één hoekje nog een stempel. En dan kun je zien dat je ook met één stempel bijvoorbeeld, dus niet met zo'n complete achtergrond, ook een hele leuke achtergrond zelf kunt maken natuurlijk. Kijk, zien jullie? Nu mis ik aan deze kant, mis ik nog iets. Dus dan ga ik nog even wat stempelen.
Die maak ik even schoon. Kant. Even weer wat van mijn embossingpoeder terug in het potje. Bij deze inkt heb je ook refill, dus je kunt hem altijd navullen. Dan is die van mij nog behoorlijk nat, dus dat hoeft voorlopig nog niet. Nou, dan deze ook even weten. Ik heb vanmiddag al voorbereid, dus de bloemen. Oh, wacht, ik zie wat hier ook nog in toch zit. Daarom blijft mijn stamping tool zo mooi schoon. Gewoon met stempelcleaner, stempelreiniger, kun je die ook mooi schoon krijgen. Dus die gaat aan de kant. Terug in het bakje. Kijk, ik heb een penseeltje. De laatste restjes er ook een beetje in terug. Ik heb hem niet meer nodig. En ondanks dat ik het bakje gebruikt heb, zit er natuurlijk toch een bossenpoeder op mijn werkblad. Maar ja, lang leven de babydoekjes, toch? Kijk, en de bloemetjes, die had ik vanmiddag alweer gedaan. En ik heb er dus twee weer gestempeld en uitgeknipt. En dan ga ik denk ik deze middelste doen. En dan kan ik kiezen of hier eentje of deze op de kop, want dan past die ook precies op, denk ik. Dus daar kijk ik dadelijk even. Ik ga nu eerst weer mijn kleurencombinatie kiezen. En eerst even kijken of dat er nog vragen zijn. Hallo, Veronique uit Brussel. Leuk dat je ook mee komt kijken. Altijd heb je steeds wazig beeld. En hier heb ik dat niet, dus ik kan dat dan niet zien. Dus even kijken, welke kleurencombinatie zullen we nu pakken? Wild Honey, wat hebben we hier? Dat is wel heel gewaagd, hè?
Nou, weet je, ik pak deze drie. Seagull's Provisions, Wild Honey en de Ebonet Coral. En weer mijnzelfde toeltjes. Dan beginnen we met mijn Ebonet Coral. Nee, zie je, ik heb ook geen, ik zie het hier zelf ook, en ik heb ook geen wazigbeeld, dus waardoor het dan komt, dat weet ik dan niet. En dat kan ook aan Facebook liggen, ik weet het echt niet. Het is wel heel vervelend natuurlijk, maar je kunt het altijd terugzien. Want het wordt morgen of zo weer op het YouTube kanaal gezet. Kijken. Ja, als ik te snel ga misschien, dat het dan wat wazig wordt. Oeh, kijk, dat knalt. Heerlijk. Mag wel, hè? Knallende kleur een beetje. Knalt echt. Nou, die paars moet ik een beetje afvlakken, dus ga ik even nog een beetje wild honey pakken. Een beetje Ebonet Coral. Kijk, dan hebben we een mooi kleurtje. Dan moet ik even nog bedenken welke dat ik de bloemen zal doen. Ik denk deze. Hebben het coral. Zijn deze heel klein, dus moet ik goed vasthouden. Zo heb je je vingers ook helemaal vol zitten, maar dat is niet erg, want het is waterbasis. Dus. En dan ga ik weer hetzelfde doen als net. Hè? Een babydoekje. Een stukje keukenpapier. En dan maken we borsteltjes weer schoon. De laatste. Je kunt door het keukenpapier ook zien hoe schoon dat je eigenlijk al is. Dus. Nou, dan doen we weer meteen het werkvlak schoonmaken.
We zijn nog online. Nou, ik ga gewoon verder. Ik weet niet of er iedereen nog terug komt kijken. Ik had hem dus ingekleurd, allebei. En nu ga ik hem dus weer oppoetsen met mijn keukenpapiertje. En dat doe ik dus omdat ik dan die witte lijnen weer mooi zichtbaar krijg. Dus ik heb de embossing gewoon als kijk. En dat haal je er dan vanaf. Want die inkt gaat over die embossingpoeder heen. Maar die embossingpoeder pakt die inkt niet. Dus ik kan het er gewoon van afpoetsen. En dan krijg ik eigenlijk weer gewoon mooie witte embossinglijnen. En dat doe ik ook weer met de bloemetjes. Ja, Leni, ik was weg. Hij gooide me eruit. Ja, hij komt ook op YouTube. En dan plak ik de filmpjes. Moet ik wel even kijken wat ik moet doen. Maar anders dan doe ik de hulp van Petra wel even inroepen. Die is er goed in. Dan komt het helemaal goed. Nou, ik ga toch mijn spikkeltjes weer pakken. En dan pak ik de Seedless Preserves. Zeg ik dat goed, ja? Preserves. Een beetje een moeilijke naam allemaal. En dan ga ik weer wat stippeltjes zetten. En ik gebruik daar eigenlijk altijd dezelfde kleuren voor. Stempels als die ik gebruikt heb in de achtergrond. En dan zie je, dat kan allemaal heel goed. Want jullie zien de stippeltjes echt wel heel goed. Even kijken, daar nog een stukje. En die blaas ik ook weer even droog. Toch wel fijn dat jullie allemaal weer mee zijn gekomen hoor, aan de andere kant. Echt balen zoiets. Even kijken, dan had ik. Het lijkt me eigenlijk wel leuk om deze stencil erbij te doen. Kijken of dat dan wel past. Dan ga ik daar wel die. Nee. Ik ga het uit de vrije hand doen. De crackle paste. Dus zonder stencil. Kijk, dan dep ik gewoon. Niet te dun, ook niet te dik. Hoe dikker, hoe groter de krekkels. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Even kijken, ik wil deze bloem of die, ik doe die. En hoe langer de droogtijd natuurlijk, hoe dikker. Dan worden de krekkels wel groter. En met een stencil heb je natuurlijk gelijke dikte. En dat heb ik hier nu niet natuurlijk, omdat ik zelf er wat op zet. Mag wat dikker. Ik zit het weer allemaal vol te smeren. En die spatels zijn heel fijn hoor, want het is een soort siliconen. En dat maak je zo fijn schoon. En als je het vergeet schoon te maken, dan pluk je het er aan het einde ook weer gewoon vanaf. En nu geldt natuurlijk hetzelfde als dat ik straks had met die andere kaart. Dat ik weer voorzichtig moet zijn omdat dit nog nat is. En ook dit aan de lucht moet drogen.
En je ziet al waar ik een hele dunne laag heb, dan begint hij al te drogen. Dat droogt wel vrij snel. En ook hier gebruik ik mijn dots. De pop-up dots. Dan had ik bedacht om deze te doen. Moet ik even opletten. Deze. Kijk, en dan zien jullie ook weer. Het zit er mooi bovenop. Even kijken, want ik mis hier eigenlijk nog iets. Kijk, dat ik nog een leuk stempeltje heb. Erbij kan doen. Pak nog zo'n klein stempeltje. En dan pak ik pak zwart. Gewoon even wat accent erbij zetten. En dan probeer ik alleen het kleine dotje te beïnken. Kijk. Ik miste gewoon nog iets. Ik moet alleen nog opletten dat ik die krek opeens niet. Kijk, zie je? Zo vind ik hem leuker. Vind ik hem leuker. Kijk, dan is deze ook klaar. Ik kan hem nog niet matten, want dat gaat niet met die crackle paste. Ik zal even die andere er nog bij pakken. Die begint inmiddels te crackelen. Ja, is zo lastig te zien, denk ik. Onderop, ja, hier is hij al helemaal gekrackeld, maar. Zien jullie het? Niet goed, denk ik, hè? Nou, op die andere die ik straks had, die kon je het wel zien volgens mij, toch? Dat die helemaal droog was. En die deed natuurlijk echt aan deze kant gegooid. Tadaa! Nou, bij deze kon je het in ieder geval wel goed zien. Deze zie je als hij uiteindelijk helemaal droog is, hoe goed en hoe leuk dat hij krekkelt. Dat geeft een heel mooi effect. Nou, deze heb ik genomen in stencil. Dat vind ik ook mooi. Deze heb ik uit de vrije hand gedaan. Dus dan, het moet gewoon allebei drogen. Deze is bijna droog. Het heeft gewoon even droogtijd nodig. En ik moet zeggen, deze droogt wel erg, vind ik, vrij snel. Ik heb hem ooit van Tim Holtz gehad en die moest wat langer. Je had wel langer droogtijd nodig. Nou, dit waren mijn kaarten voor vanavond.